je aandacht naar jezelf toe brengt. Voor het moment je ogen sluit, als dat goed voelt. Meestal beginnen we de dag bij een aankomoefening. Dat je vanuit de hectiek van het reizen en de gesprekken die je al met medestudenten hebt gehad, onder het eerste kopje koffie hier, dat je even weer stilstaat bij jezelf, stilstaat bij hoe je je voelt. Vandaag gaan we, ik ga eens wat vertellen erover, we gaan verkenningsoefeningen doen. Is bij elkaar. Hè? Wat valt er nou allemaal te observeren aan de ademhaling? Wat kun je daar misschien voor conclusies uittrekken? Dus kijk eens of je misschien door aanraking, als dat mag, van je kan ondersteunen om naar een diepere ademhaling te komen. Dat je jouw benen kan aanraken als een ondersteuning. En onderzoek eens wat het effect dan is. Iemand komt hier wel in zo'n opleiding omdat hij echt affiniteit heeft met dat lichaamsgerichte coachen. Maar heeft tegelijkertijd een hele grote twijfel van kan ik dit wel? En ze zitten heus niet op mij te wachten. En het is prachtig om te zien dat mensen dan toch die stap zetten om zo'n opleiding te doen. Maar ook dat je ziet dat ze met alle onzekerheid die iedereen heeft, dat ze toch wel, hè, en daar zijn de lesdagen ook fijn voor, dat ze ervaring doen in dat ze zeker betekenis hebben als ze iemand gaan begeleiden. Dat hun kracht misschien niet alleen in het praten zit, maar ook in het goede aanraken. Het is ook heel mooi om op lesdagen groepen mensen te ontmoeten die allemaal een drive hebben om wat te willen betekenen in de wereld. Om herkenning te voelen. Dat zijn allemaal mensen die ook voelen van ja, dan moet, je moet het lichaam erbij betrekken, anders gaat het niet. Dus het is vaak heel inspirerend. Het is heel, ja, het is om blij van te worden dat je iemand die dat wou, dat hij het ook aan het doen is. En dat hij een praktijk gaat starten. En, dat het nog loopt ook. Dus ja, dat is heel, heel dankbaar, vind ik.